Voor de meeste mannen is het krijgen van een sixpack hetzelfde als een rondje rijden in een Formule 1-auto. Je wil het dolgraag, maar je weet eigenlijk, het gaat je gewoon nooit lukken. Ik heb hier zometeen in de studio wel drie mannen die heel blij zijn met hun buikspieren. Het duel gaat dan ook over wie heeft de mooiste sixpack. We beginnen met Reverinho en die heeft mij gevraagd of ik hem een paar extra stimulerende tikken wil geven op zijn sixpack. Nou, dat doen we dan maar. Daar is hij als eerste, Reverinho. Wow. We gaan naar Wesley. Hier is Anthony. Zo mooi op een rijtje staan. Nog even één keer alles aanspannen, zodat we die sixpacks heel goed kunnen zien. Ja, heel goed. Ik vind het er indrukwekkend uitzien. Allemaal, maar het gaat nu even om de sixpack. 100 man in de jury, die moeten gaan bepalen. Welk lijf vinden zij het mooiste als het gaat om dat bordje hier in het midden, wat deze mannen allemaal hebben. Pak de stemkastjes er maar bij. Kies 1 voor Reverinho, 2 voor Wesley of 3 voor Anthony. Oké, mannen, zullen we gaan kijken hoe het geld verdeeld is? 2500 euro. Laat de bedragen maar zien, hoor. Wie heeft de mooiste sixpack? Zo, ik zie Wesley kijken. Die denkt, oh. Laat ik eens beginnen met Reverinho. Je staat hier redelijk zeker van zijn zaak. Nou, ik heb sterke tegenstanders. Maar ik heb ook vertrouwen in mezelf. Dus ik ga zelf wel voor het hoogste bedrag. 1450 euro. Hartstikke idee. Op je scherm. Anthony, je kijkt een beetje rond of je wat verliefde gezichten ziet. Ik zit een beetje in een twijfel. Ik weet dat Reverinho heel erg groot is. Dus ik ga voor de 900 euro. 900 euro? Ja. Je gaat verliezen van Reverinho, maar je gaat winnen van Wesley. Ja, dat is wel het doel. Dat is wel het doel. Staat genoteerd, 900. Nou Wesley, ga er maar aan staan. Ik ga met deze grote vriend mee. Ja? Ja. Voor de number one. 1450 euro. Ja. Wij noteren het. Ja, er zit natuurlijk zoveel werk in. Ja. Oké, mannen, we gaan kijken. Jullie hebben allemaal een keuze gemaakt. Maar was het de juiste? Laat maar zien. Nee! Wow! Wow! Anthony, jij had gewonnen. Reverinho was tweede. En jij was derde. Jongen. Maar Anthony, let op. Kom even bij me staan. Mannen, kom even bij me staan. Jullie krijgen zometeen nog een heel groot applaus. Ik heb wel goed nieuws, toch? Doordat je dit duel dus zonder geld maar wel gewonnen hebt, zien we je wel misschien nog terug in de finale. Geef deze mannen nog een heel groot applaus. Goed gedaan.